Handbalclub Unitas 63 uit Maassluis verhuist later dit jaar naar de andere kant van de stad. De vereniging zit nu nog op het Wipperspark naast korfbalvereniging CKC Maassluis. Maar de accommodatie van Unitas is eigenlijk al afgeschreven. De onderhoudsstaat van de kantine en het veld is minimaal, zeg maar. Daar moet veel geïnvesteerd worden. En we hebben gezocht naar een andere oplossing. De ene oplossing was fuseren met een handbalvereniging uit de buurt. En de tweede oplossing was een locatie in Maassluis waar we konden samenwerken met een vereniging uit Maassluis. Dat laatste is gelukt. Misschien wel leuk om even te gaan kijken op de nieuwe locatie. De toekomst van Unitas met zo'n 60 leden ligt voortaan op het sportcomplex van voetbalclub MSV 71 in Maassluis-West. De gemeente heeft besloten om hier het handbalveld aan te leggen, dus dat is punt 1. We gaan een opslaglocatie hier bouwen en we gaan bij MSV gebruik maken van de kantine en de kleedkamers. Het handbalseizoen begint op 1 september. Het wordt krap om dan alles af te hebben. De voorzitter gaat ervan uit dat voor het einde van dit jaar het handbalveld wel gereed is. De oude kleedkamers op het Wipperspark gaan plat. CKC Maassluis maakt daar nieuwe kleedkamers.